Ook in en rond Gent was er plaatselijk wateroverlast. Wat de grasmat betreft een strook van zo'n 15 bij 20 meter. Charleroi mist een halve ploeg. De jonge Fernandez staat zo opnieuw in de basis. Een poging na een ingestudeerde vrijschop gaat er maar net naast. Halverwege de eerste helft een identieke kans voor AA Gent. De bal komt bij Fay, die krijgt een flinke zet van Kéré, maar haalt dan genadeloos uit. Helaas had scheidsrechter Flamand al gefloten voor de overtreding. Het bisnummer met Krausch levert niks op. De Buffalo-motor slaat nu toch aan. Krausch snel diep voor Bernard. Er komt een goede voorzet richting tweede paal. Kaklamanos kopt en de herneming van Hosni wordt nog net voor of op de lijn weggekegeld. De beste Gentse periode is dit zo in die eerste helft. Met veel druk naar voren. Kagbo onder een voorzet van Hemte door. Maar Kaklamanos geraakt niet voorbij Godard. Charleroi kan dan wat herademen. Yazdani krijgt plots een schietkans. De hoek is klein en wordt goed bewaakt door Frederik Herpoel. We zitten dan dicht tegen de rust aan en Colotilco ontsnapt op rechts. Bij Gent denkt ze aan buitenspel. Eduardo kiest alvast positie. De assist is niet ideaal, maar de Braziliaan schiet hem er wel in. 0-1 voor Charleroi. En vreugde bij Eduardo, die zijn tweede doelpunt van het seizoen gaat vieren aan de zijlijn. Woede bij AA Gent. De beelden maken niet duidelijk of Colotilco in buitenspel vertrok of niet. De afwerking van Eduardo is in elk geval perfect legaal. Rusten bij 0-1. Trainer Olde Riekerink gooit er met Dimbala voor Hemte nog een extra spits in. Gent moet nu zwaar aan de bak. Zesde minuut na rust. Krausch aan de tweede paal. Godard redt met één hand. Maar Gent bakt er dan 20 minuten niks meer van. Dimbala bleek ingevallen geraakt toch eens in de 16. Maar Godard is sneller op de bal dan Hosni. 8 gele kaarten overigens in deze stevige pot voetbal. 2 daarvan zijn voor Mamadou Kéré. Charleroi gaat het slotkwartier in met zijn tienen. Het slotoffensief van Gent dan. Kaklamanos zit in de tang en kan onvoldoende koppen. De uitvallende bal is voor Machete en die poeiert hem kurkdroog binnen 1-1. Zo kort na die uitsluiting een serieuze tik voor de Zebra's. De Keniaan John Machete was Vazov komen vervangen. Dit is zijn eerste doelpunt in de Belgische competitie. Gent jaagt nu voluit op de winning goal en geeft achterin ruimte weg voor een dodelijke counter. En zo krijgen we een beklijvend slot. Maar het is de thuisploeg die nog scoort via de hoogopverende Patrick Dimbala 5 minuten voor tijd. Zo winnen de Buffalo's toch nog met 2-1, al bij al ook verdiend. Even dreigde een 1-op-9 en een kleine crisis. De opluchting is dan ook bijzonder groot.